In de maand oktober is het woonmaand in Nederland. De Experience Store in Den Helder is daarop ingericht. Onder andere makelaars, hypotheekadviseurs, aannemers en de brandweerpreventie waren aanwezig om vragen te beantwoorden van bezoekers. Op de laatste dag was ook Robert Waldman, directeur van de woningstichting, aanwezig. Wat houdt de woningsmaand in? De oktober woonmaand bij de Experience Store houdt vooral in dat wij deze maand echt ons richten op het wonen in Den Helder te promoten. Dit doen wij door 4 speciale zaterdagen, onze woonmaandzaterdagen, waar we gasten uitnodigen op het gebied van wonen in Den Helder. En bijvoorbeeld vandaag, tijdens onze laatste woonmaandzaterdag, de 22e, hebben we Robert Waldman, directeur woningstichting, en de brandpreventie en de brandweer vanuit de gemeente Den Helder bij ons over de vloer. Wat zijn de meest gestelde vragen van de mensen? Ja, wat hebben jullie hier? Wat doen jullie hier? Brandweer is natuurlijk heel bekend als zijnde van het blussen van branden. En wij geven voorlichting op brandveiligheid. En het is in de breedste zin van het woord. Nou, het is nog niet heel erg druk. Er komen wat mensen. Ik heb net een vraag gehad van een meneer die bezig was met een project. Daar had hij zelf initiatief toegenomen. En hij zei, hoe staat het ermee? Nou, dan heb ik verteld hoe het staat en dat het goed gaat. Maar dat de prijs van bouwen echt enorm duur geworden is. Nou, dat was toch wel een dikke tegenvaller. Maar ja, dat heeft toch te maken met de tijd waarin we zitten. En daarnaast komen de mensen die vragen hebben over het manier waarop wij woningen toewijzen. De woonpuntenverdeling. En deze mevrouw die vond bijvoorbeeld het niet eerlijk dat woningen die voor 65-plussers bedoeld zijn. Gelijkvloers bewoonde woningen. Dat daar ook nog punten gegeven werden voor als je werkte. Hoe is het afgelopen maand gegaan? Heel goed gegaan. We hebben veel positieve reacties gehad. We hebben veel mensen gehad die zijn binnengekomen. Echt een divers aanbod. Makelaars, hypotheekadviseurs, brandweer, maar ook bijvoorbeeld de politie en de BOA's. En we hebben echt veel positieve reacties gehad van gasten, van de mensen die hier lang zijn gekomen. En wij vinden het zelf ook heel goed gegaan. En wat is de tip die je het meest meegeeft aan de mensen? Ja, dat is heel divers, maar we vragen sowieso of ze rookmelders hebben hangen. Die zijn verplicht vanaf 1 juli dit jaar. En daarnaast hebben we het over verlengsnoeren, over de gevaren van wasdrogers, over het overbelasten van verlengsnoeren en spullen op de trap hebben liggen als je bij paniek moet vluchten. Nou, dat soort zaken. En wat zijn de nieuwe ontwikkelingen van de stad? Er gebeurt heel veel in de stad, vooral als je nu kijkt naar de Koningsgratspoorstraat. Er wordt volop gebouwd, dat gaat hard vooruit. Zeker als je beseft dat we eigenlijk al 20 jaar geleden voor de eerste keer de woningen gekocht hebben. En nu pas aan de slag zijn, maar nu zijn we aan de slag en dan gaat het hard. En daarnaast zijn er natuurlijk een paar hele mooie ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij de Duinroosstraat. Daar hebben we nieuwe gevels gedaan, geïsoleerd, vergroot balkon. Het gaat erg goed, erg hard. Ja, en dan hebben we ook nog een soort trots, dus de Baskenweg. Baskenwegflat, zoals we dat noemen. Daar wordt met geprint beton wordt er iets heel bijzonders gemaakt voor de mensen die er wonen. En ik denk dat het echt weer een soort sieraad wordt voor de Schoten.